slapen. De deur kan ik gewoon niet dicht terwijl ik slaap. Dus het moet echt goed komen nu. Ho, 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 ho. Ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ik ging gewoon bijna dood. Hey, kijkers van Kicks Games. Jullie kijken naar de gloednieuwe video. Dit is de alle... Ja, ben je uitgesproken, ja? Dit is de allereerste aflevering van Mod Wars. Zoals Marnik het zou zeggen. Jongens, hou nou eens je mond dicht. Ik weet niet wat er hier in de buurt zit, maar ik hoor van alles grommen en doen en weet ik het allemaal. Mensen, jullie weten waarschijnlijk al 10.000 keer wat het is, want Marnik heeft het natuurlijk al gespeeld. En het is ook al te zien op een gamedorp en door meerdere mensen. Maar ik heb aan Marnik gevraagd of ik mocht meedoen. Ik stuurde naar hem op Twitter, my body is ready. En daar ben ik dan. Dus ik ben hier... Jongens, wat is dit allemaal voor lawaai? Wat is dat? Zit dat hierboven? Oh! Hallo? Oh, hallo! Nee, is goed. Ik ga er wel vandoor. Wat het doel hier is, is dat er verschillende teams zijn. Die gaan oorlog voeren met elkaar. Je mag stukken claimen, stukken land. Daar mag je dus met je teams gaan strijden. Maar voor ons is nu noodzaak om een goed plekje te vinden. Volgens mij is Marnik ook deze kant op gelopen. En zitten de andere teams ook hier. Dus weet je wat wij gaan doen? Wij gaan gewoon even door deze sneeuwvlakte. We gaan gewoon even een totaal andere kant op. We gaan de sneeuwvlakte oversteken. En ja, ik ben benieuwd wat we daar gaan vinden. Ik ben zeer benieuwd. Hopelijk zien we daar een stukje land wat bruikbaar is. Want er is natuurlijk niet heel veel hout te vinden. Wel steen en zo. Maar we lopen gewoon even de vlakte over. En dan zien we het wel. Volgens mij zien jullie rechtsboven op de map rode puntjes. En dat zijn volgens mij de enemies. Een konijntje! Oh, wat is het hier fijn. Kijk, hier is het feest. Feest, feest, feest. Konijntjes met hoedjes op. Konijntjes met hoedjes op. Oh, oh, kan je die... Kan je weer hoedjes dragen in deze game mode? Ik hoop het zo. Konijntjes. Konijntjes. Nee, oké. Okay. Ik vind die berg wel heel cool om daar bovenop bijvoorbeeld een basis te hebben. En daaromheen een soort van bunker te bouwen. Maar... Wat is daar voor de rest? Als daar niks achter zit. Ja, het zijn allemaal eilandjes erachter. Daar hebben we natuurlijk niet zoveel aan. Alhoewel... Ja hoor, ik zie daar gewoon bomen. Kijk eens aan. Dan wordt dit gewoon onze uitkijkberg, zeg maar. Oh, kijk eens. Oh, ik zie kersenbloesem en schaapjes. Oh, dit is een mooi stukje land om te hebben. Dan claimen we gewoon deze rots erbij. Dan kunnen we een vette haven maken hier zo. Geen idee of er boten in zitten. Ik heb geen idee. Ik moet echt alles nog ontdekken. Samen met jullie natuurlijk. Want zoals Marnik ook al even vertelde, komen invites. Je moet natuurlijk teams maken en dat ga ik ook doen. Dus ik hoop dat jullie daar hyped voor zijn. En ja, we gaan gewoon alles ontdekken. Wie weet kun je hier dus wel bootjes maken en dan is dit toch een perfecte haven. Het valt me eigenlijk vies tegen hoe snel het hongergehalte hier omhoog gaat. Daarnaast moeten we goed oppassen, want het wordt alweer donker. En ik zie wat roods op de map. Dat betekent dat er enemies nearby zijn. En dat willen we natuurlijk niet. Ik wil even kijken of dit een eiland is. Want dat is natuurlijk wel heel vet om op die manier te claimen. Gewoon een compleet eiland. Oh jee. Er verzamelen zich rode puntjes op de map. Ik zie daar een creeper en een zombie. Oké. Dus daar moeten we voor oppassen. We gaan hier zo gaan we heel even snel wat neerzetten. Ik ga deze... Van deze ga ik planken maken. Het hoeft allemaal niet mooi te zijn, Kevin. Het hoeft allemaal niet mooi te zijn. Het is voornamelijk dat die creeper niet je huis opblaast. Dat ten eerste. We gaan gewoon even in noob-stijl. Wat natuurlijk wel een beetje mijn stijl is. Ho ho. Rustig aan, meneer. Even rustig aan, nou. Nee! Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Dit is niet hoe ik het gepland... Wow, roze hout. Wauw. Ik ga je toch niet zitten wachten totdat het ochtend is? Of ga ik dat wel doen? Ik kan natuurlijk ladders maken. Was dat zo? Ja, kijk eens aan. Goed hoor. Hey. Het is alleen pikken donker. Jullie zien geen reet natuurlijk. Het is allemaal niet zo mooi. Heb ik railsen gemaakt? Jongens. Ah, wat een heerlijk geluid is dit. Wat een heerlijk geluid. Ik pak even mijn spulletjes terug in de hand. Zo. Duurtje erbij. De wooden
Actie hadden we nog niet. Ik zie alle rode puntjes verdwijnen om me heen. Dit is toch genieten. We gaan dan even deze roze deur hier neerpleuren. Kijk eens met het mooie hartje. Oh, kijk eens aan. Je staat in de fik, mijn vriend. Au. Dat was pijnlijk. Goed. We hebben ons zombiehoofdje op. We zijn er helemaal klaar voor, deze strijd. We moesten een paar schapen fixen. Dat schapenvlees sowieso. Is ook wel lekker. Maar ik heb ook de wol nodig. Juist, hier hebben we ook een hele lading aan schapen. We gaan sowieso schapen brieden. Waarom? Die wol kun je uiteindelijk kleuren. En dan kunnen we natuurlijk de kleur van ons land, van ons gebied, kunnen we gaan uitzetten. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Even kijken. We hebben gewoon wat steen nodig. Want dan kunnen wij natuurlijk een oventje maken. En met dat oventje kunnen wij ons vlees bakken, zodat we niet gaan sterven van de honger. Daar heb ik natuurlijk ook wat kool voor nodig. Alleen, of hout. Hout kan je er ook in doen, hè. Dan gaan we gewoon even wat hout branden. En dan brandt dat gewoon lekker, jongens. We kunnen uiteindelijk, mocht het nodig zijn, rotten flesh eten. Maar dat willen we liever niet, natuurlijk. Wat we wel kunnen doen is... dit is maar 2 hout. Dat is een probleem. Oké, moeten we toch nog even 1 hout fixen. Pakken we deze gewoon eventjes weg. Ja. Zo, dankjewel. Komt u maar, geef mij maar plankjes, roze plankjes. Oh, we gaan een prachtig roze huis maken, jongens. Dat willen jullie niet weten. Een prachtig roze huisje. Een bedje, alsjeblieft. Ja, kijk, fijn. Als het dan zometeen nacht wordt, dan kunnen we gewoon slapen. En dan is er niks aan de hand. Een team. We hebben namelijk Doliri's team. We hebben Fristy zijn team. We hebben Marnix zijn team. En we hebben Wessler. Nou, kijk, die zijn allebei rood. Ik weet niet of dat betekent dat ze samenwerken. Maar wij gaan natuurlijk voor het roze team. Want wij hebben de roze boompjes, de roze dingen. Dus wij gaan een roze team maken. Al weet ik niet of Marnik dat heel chill vindt met zijn LP-kies ding in Minecraft. Minetopia. Maar wij gaan het gewoon doen. Wij worden de KXG... kan ik dat met hoofdletter doen of niet? Ik denk het niet. KXG Squad. En dan zie ik dat we hier toch best wel een heel eiland hebben. We mogen maximaal 100 chunks claimen. Dus ik denk dat we het beste gewoon vanaf hier kunnen beginnen. Want dit eiland wordt gewoon ours. Dus we beginnen gewoon hier waar we nu staan. Met ons huisje erbij. Dat is 4. En dan ga ik er gewoon nog een rondje omheen doen. Dit stukje is nu van ons. Dat is toch een mooi plekje al, of niet? Ik denk het wel. Die rot zit er net niet bij, denk ik. Ik denk namelijk dat witte op de kaart is. Zal ik die dan ook maar alvast claimen? Stel dat er toch iets mee gebeurt. Deze rots die willen we eigenlijk er ook wel bij hebben. Want dat wordt natuurlijk onze... dat wordt onze trots natuurlijk. Deze rots. Deze rots wordt onze trots. Jazeker. Dat wordt ook de slogan... Nee, dat wordt niet onze slogan. Zo, aan de rand van die baai. Die gaan we nog wel uithakken. Hier aan die rand van die baai, hier gaan we ons eerste huisje zetten. Dan hebben we hier gelijk een mijntje naar beneden. We gaan gewoon hier het huisje bouwen. Hoeveel stenen hebben we nu? 12. Dat is niet heel veel. Kijk eens daar, jongens. Zien jullie al die bomen hier? Dat is allemaal van het roze hout. Dat is toch fantastisch. Jezus, het wordt alweer avond. Shit. Oké, we gaan nog een klein stukje bouwen. En als het dan echt nacht wordt, dan gaan we slapen. Want als het goed is, moet dat dan werken. We bouwen hier even 2 hoog. En dan bouwen we hier even 2 hoog. En dan bouwen we... Oké, hier. En dan moet ik wel hier 2 hoog. En dan doen we bij alle uiteindes, doen we gewoon even zo. Dat maakt het gewoon net wat mooier. Dan lijkt het toch iets minder noob, zeg maar. Stel dat ze ons vinden. Stel dat ze komen kijken van waar zit Kevin dan? En wat is dit allemaal hier voor moois? Dan ziet het er allemaal net wat interessanter uit. Ik zie nog geen rode stipjes op de kaart, dus dat is mooi. Ik heb ook nog geen kool gevonden voor fakkeltjes om het licht te maken of zo. Zo gaat die goed hoor. Zo gaat die goed hoor, mensen. Oké, de rode stipjes beginnen al een beetje te komen. Het begint ook al aardig donker te worden. En ik zie dat ik niet genoeg sters heb gemaakt. Dus we gaan even terug naar boven. Dan gaan we slapen. Dan gaan we iets meer sters maken. Oh. Ik zie rode stipjes verschijnen. Dat is niet zo best. Oké, here we go. Slapen. De deur kan ik gewoon niet dicht terwijl ik slaap. Dus het moet echt goed komen nu. Ho.
Oh. Ik ging gewoon bijna dood. Ik zou stairs maken, maar ik was helemaal in paniek. Ik was helemaal in paniek door wat er gebeurde. Ik ga die deur alvast meenemen. Ja. En ik moet dus wat stairs extra maken. Hier zo en hier zo wil ik 2 volle. Maar hier wil ik 1 volle. Aan de zijkanten. En daartussen, zodat ik nog een beetje kan gluren, wil ik eigenlijk slabs. Zo ja. Dat vind ik mooier. En dan hierbovenop gaan we natuurlijk wel gewoon deze doen. En dan gaan we eerst die vloer hier maar eens neerleggen. Even onze vloer plaatsen. Is het niet beeldschoon? Ja, dat vind ik ook. Kijk nou, wat een schattig huis. Even vanaf de buitenkant bekijken. Even vanaf afstandje kijken. Nou, ik vind het een hartstikke schattig eerste huisje. Zo aan het water. Dit wordt onze fijne plek. En vanaf hier gaan wij er een feest van maken. Ik ga nog even mijn bed neerzetten. Want dat is natuurlijk wel een belangrijk dingetje. En we moeten eigenlijk ook even een kistje hebben nog. Kunnen we een roze kistje maken? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het gewoon een houten kist. Ja. Maar daar gaan we natuurlijk wel even onze spullen in douwen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het leuk. En hopelijk vinden jullie het leuk dat ik meedoe in Mod Wars. Zoals Marnik het zegt. En willen jullie dat ik de volgende keer al opneem met een nieuw iemand? Laat het me dan weten. Ik zou het bijvoorbeeld heel erg leuk vinden als Peter en ik weer samen vol in Minecraft Survival duiken. Want wij hebben genoeg te ontdekken in deze game mode, denk ik. Dus mensen, deze modpack moet ik zeggen. Mensen, bedankt voor het kijken. Hoop tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier zeg ik ciao.